Ja, dat hangt vanaf diplomatieke vraag is. Dat was het uiteraard met mijn echtgenoot. Niet diplomatiek, daar ga ik geen antwoord op geven. Nou ja, ik kom nu op een leeftijd. Ik weet niet of ik dit moet vertellen. Dat je s'nachts wel eens zwetend wakker wordt. Met allerlei visioenen waarvan je denkt, dit is helemaal niet reëel. En ik weet dat het niet reëel is. Maar ik denk dat het de hormoontjes zijn. Ik word ook een dag ja hoor. Ik lach elke dag al een keer om mezelf. Ik doe elke dag wel een keer iets stoms. En er is altijd interactie met de kinderen. Dat we geintjes maken en grapjes naar elkaar maken. En soms zeg ik dan, goh, ik vond me vandaag best grappig eigenlijk. En dan zeg soms, ja, wij ook. Of soms, nou, wij eigenlijk helemaal niet. En dan moet ik eigenlijk ook weer lachen. Ik lach elke dag. Nou, ik heb voor het laatst met mijn geliefde naar de zonsondergang gekeken op het moment dat de komeet Neowise te zien was. Dat die s'avonds net te zien was en dan wacht je tot de zon ondergaat en dan heb je prachtige kleuren. En dan moet net donker genoeg zijn en dan zie je met een verrekijker of als je heel goed kijkt een heel dun streepje zag je. En dat was eigenlijk het laatste romantische zonsondergang moment met mijn geliefde. Ja, nee, ik... Nee, goh, ik... Nee, ik